De heilige zalvingsolie in de Bijbel waar ze over spreken, dat is cannabisolie. Cannabis is dus gewoon heilig. En ik liep zomaar in één keer tegen deze mooie actievoerders voor het legaliseren van cannabis aan. En ik heb natuurlijk meteen een petitie getekend, want ik ben hier echt een voorstander van. Ik zal even aan ze vragen waar ze precies voor staan. Nou, ik heb net kennis gemaakt met Hans en Darpan. Darpan. Dat ben ik dus. Dat is hij. Kan je er misschien wat meer over vertellen, wat ik nou precies heb getekend? Wat jij hebt getekend, dat is om de plant vrij te geven en uit de opiumwet te halen, zodat de plant geïndustrialiseerd kan worden en teruggegeven aan de mens en de aarde, zodat het voor allerlei doeleinden gebruikt kan worden, of het nou medicinaal is of recreatief. Maar dat de plant heel veel kan betekenen, vooral voor deze aarde. Tabak is niet medicinaal. Cannabis is wel medicinaal. Er is nog nooit iemand aan overleden aan cannabis. Toch wordt 50% van onze politie-inzet besteed aan het bestrijden van cannabis, van een plantje. Ja, dat medicinaal is. Gewoon medicinale gebruikers die afhankelijk zijn van cannabis, worden gecriminaliseerd. Ze zeggen wel gewoon van, dat hebben we geregeld via bureau medicinale cannabis en je kunt het bij de Transvaal apotheek kopen. Maar dat is niet waar. Gewoon, want de ziekenfondsen vergoeden niet. Dus mensen zijn genoodzaakt om zelf planten te kweken. Anders is het niet betaalbaar. Ja, ik denk ook dat de farmaceutische industrie een hele grote rol speelt, ja, toch? Zeker. Die het drukt allemaal de kop in, het is all about the money, honey. Ja. Ziekte is een verdienmodel geworden. Er zijn fabrikanten die op één chemokuur 15 miljard verdienen. En dat gaat om patenten. En patenten geeft hun macht. En daarom vind ik ook dat er iets met dat patentrecht gebeuren moet. Ik sta hier te demonstreren voor een hele grote groep medicinale cannabisgebruikers die gecriminaliseerd worden. En ik sta hier voor de cannabisplant zelf. Want cannabis, dat is de Latijnse naam voor hennep. Ja. Hennep is de meest krachtige en veelzijdige plant op aarde. In de jaren 30 was Amerika hennep aan het industrialiseren. In sommige staten kregen boeren boete als ze geen hennep produceerden. Dat vonden twee bedrijven, die vonden dat niet zo prettig. Het was namelijk zo dat DuPont in die periode net het patent had gekregen om van steenkolen en olie om er plastic van te maken. Ik denk, ja, dan kan ik de deur wel dicht doen. En je had de Hearst Corporation, Randolph Hearst. Dat is een hele grote krantenmagnaat met radiostations. Dat heet nu de Hearst Corporation. Die bezitten hele media in de wereld. Ja? Maar die had 10.000 hectares bos. En die vond het ook niet zo leuk, want van 1 hectare hennep, daar kun je net zoveel papierpulp maken dan van 4 hectare bos. Maar een bos heeft 20 jaar nodig om te groeien en hennep kun je 3 keer per jaar verbouwen. Nou, die twee zijn samengekomen, die hebben een woord bedacht, een negatief woord, marihuana. Niemand wist, dat betekent verkeerde tabak, niemand wist dat dat hennep was. Dat is Hearst via radiostations en kranten. Helemaal gaan demoniseren. In de jaren 30, dat was crisistijd, toen geloofden mensen wat in de krant stond. Er waren geen andere bronnen. Ja, zeker, ja. En zo is de anti-marihuana-wet aangenomen in Amerika. Op 14 september 1937. Is het daarop gebaseerd? Ja, ja. Oh, dat wist ik helemaal niet. Wauw. En dat is de grootste misdaad tegen de mensheid ooit. Dankzij dat besluit drijft er nu 150 miljoen ton plastic in onze wereldzeeën. Daar kan ik wel om janken. Gewoon die walvissen die stikken in het plastic. Dat is bizar. Mijn strijd is nu, we zijn een petitie gestart waarin staat gewoon wij zijn bezorgde burgers die zich ernstig zorgen maken gewoon over de rol en de druk die multinationals via lobby's op onze volksvertegenwoordiging uitoefenen.
En die petitie gaat erover, haal cannabis uit het strafrecht en geef het terug aan de mensen. En ga het in plaats van criminaliseren, ga het industrialiseren. Want van hennep kun je plastic maken, het hele plastic probleem kun je oplossen. Je kunt het energieprobleem ermee oplossen. Als je het gaat industrialiseren, dan heb je geen olie meer nodig. De ontbossing kun je ermee tegengaan. Want van hennep kun je papier maken, er hoeft geen boom meer gekapt te worden. En als je het gaat industrialiseren, die plant die onttrekt CO2 aan de lucht en geeft zuurstof. Dat doet een delfstof niet. Wat kun je er mee? Het voedselprobleem kun je ermee oplossen. Hennepzaden is het meest voedzame zaad op aarde. Je kunt er alle kleding van maken van hennep. En goedkoper ook nog. De katoenindustrie is de meest vervuilende industrie op aarde. Ja. En last but not least, het is een medicijn. Medicinale cannabis is vrij in Amerika. In Canada ook. Alleen in Amerika, de staten waar het vrijgegeven is, verliest op dit moment de farmaceutische industrie 18 miljard euro. Het gaat om geld. Het gaat allemaal om geld. En als dat wereldwijd gebeurt, dan stort die hele farmaceutische industrie in elkaar. En daar gaat het over. Ja. Maar we hebben het wel over onze gezondheid. Hè? Ja. Gewoon, en de toekomst van de aarde. Ja, de gezondheid, gewoon, het milieu. Ik hoor echt dingen die wist ik helemaal niet. Nee. Wauw. Nee, dat is ook zo belachelijk. Zo. Gewoon, en we willen die plant terug voor een duurzame aarde. En het is echt 2 voor 12. We zijn onszelf in een razend tempo aan het vernietigen. En we zullen echt op moeten staan gewoon om hier een halt aan te doen. Ja. En wat is er mis met een plant? Ja, helemaal niks. Het is een plant. Het komt uit de natuur. Juist, het is van moeder natuur. Juist. Het is eigenlijk heel normaal om jezelf te genezen met planten en natuur. Ik bedoel, alle oude medicijnmannen die werken ook met hennep en met andere medicijnplanten. Om maar ik kan je nog sterk vertellen. Ik kan je nog sterk vertellen, want die christelijke partijen die ze tegen zijn, over de heilige zalvingsolie in de Bijbel waar ze over spreken, dat is cannabisolie. Echt? Dat is echt. Dat is cannabisolie. Wauw. Dus het hele recept van cannabis staat in de Bijbel. Cannabis is dus gewoon heilig. Ja, ja. Ja. En kan je misschien uitleggen wat de medicinale voordelen zijn van alle cannabisolieën? Ja, nou, er zijn vele ziektes en er zijn ook vele soorten cannabisolie om dat te bestrijden. Je hebt THC, Rick Simpson, de grondlegger uit Canada van medicinale cannabisolie. Die claimt gewoon dat hij 7000 patiënten genezen heeft, inclusief zichzelf, met THC-olie. Maar ik ben geen dokter, ik kan me daar niet over uitlaten. Feit is gewoon dat het in ieder geval de bijverschijnsel van chemokuren heel erg helpt. En er is ook wetenschappelijk bewijs dat THC kankercellen tumoren doodt. En je hebt weer CBD en je hebt allerlei soorten. En de medicinale werking van die verschillende soorten die kun je weer beïnvloeden met terpenen. Eigenlijk zou je voor iedere ziekte een cannabismedicijn kunnen maken. Gewoon aangepast? Aangepast, gewoon aan de ziekte. Dus eigenlijk zou je gewoon een cannabis dokter kunnen worden? Ja, maar dat gebeurt ook. Gewoon in Canada is op dit moment... Is medicinale Amerika ook al, maar Canada is nu helemaal vrijgegeven. Er wordt op dit moment met Nederlandse kennis gewoon tienduizenden hectares kassen gebouwd. En daar worden medicijnen gemaakt, medicinale cannabis, op iedere ziekte. Wij worden zo meteen worden we overspoeld gewoon met materiaal en kennis. Gewoon, Het is er dus wel. Ja, het gaat gebeuren. Alleen daarom is het ook zo bizar dat men hier zegt dat het niet werkt. En kan je ook vertellen waar we informatie kunnen vinden over de verschillende cannabis? Ik vind persoonlijk gewoon dat je de beste informatie kunt vinden op de website van de Patiëntenvereniging van Medicinale Cannabis. Ja? Dat is, die hebben deze folder. Die is ook te vinden op de website. Ja? Daar staat heel veel informatie, ervaringen van patiënten. Daar staat ook heel veel informatie welk product je moet hebben voor welke ziekte. Ja. Ja, of je nou epileptische aanvallen hebt, daar heb je een ander product voor nodig dan als je ADHD hebt, noem maar wat. Ja. Daar staat ook de werking helemaal omschreven, waarom dat het zo goed werkt. En als je naar de website gaat, dat is www.pgmcg.nl. www.pgmcg.nl. Get up early on a Saturday. Nou,
Ik zie daar ook een mooi plaatje dat bejaarden ook heel veel baat hebben bij cannabis. Dat vind ik wel interessant, want ik werk namelijk in de ouderenzorg. En wat voor goeds doet het voor bejaarden? Nou, bijvoorbeeld, ik kan een heel persoonlijk voorbeeld naar voren halen. Mijn vader is eind 2016 overleden. Yeah. En kort voordat hij overleden was, zat hij in een verpleegtehuis of in een verzorgingstehuis. En hij kreeg altijd medicijnen om beter te slapen. Mm-hmm. Maar daar sliep hij wel van. Maar 's morgens werd hij gebroken wakker. Ja. En toen hebben we samen in overleg met de artsen van de GGD en het verzorgingstehuis, hebben we ervoor gezorgd dat hij in plaats van de medicatie dus CBD-olie kreeg. Ja. En daar sliep hij beter van. En hij werd heel uitgerust 's morgens wakker. En hij had geen bijverschijnselen meer van de cannabisolie. Wauw. Wauw, wat mooi, wat goed. Ja. Cannabis, met name CBD, dat is de beste pijnbestrijder die er bestaat. Oké. Okay. Of mensen die last hebben van slapeloosheid. Ja, vertelde Darpan net. Dat is echt mega. En het is zo onrechtvaardig gewoon dat ze cannabis gewoon onder de noemer van verdovende middelen, gewoon onder synthetische drugs, vergelijken met harddrugs. Het slaat gewoon helemaal nergens op. Ja. Het is zo'n waardevolle plant. En die nadelen, wie daar dan aan zitten, die moet je gaan bestrijden met goede voorlichting. Ja. En dat doe je met alcohol en tabak ook. De aarde heeft deze plant op dit moment nodig. Gewoon iedereen weet gewoon dat we grote problemen hebben met duurzaamheid. Ja. Gewoon en het is. Ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het is echt 2 voor 12. Ja, zeker. Gewoon, en we moeten iets doen. De aarde heeft de plant nodig op dit moment. Ja, en jullie doen het goed. Ja, jullie zijn goed bezig. Ja, het is een missie geworden. Ja, wat mooi. Ja. Mooi dat je dat zo bent gaan doen. Ja. Gewoon je roeping eigenlijk, vanuit je hart. Ja. Ja, en iets goeds doet voor de wereld. Ja, nou, daar gaan we ook om. Ik zie dat graag. Dat is mooi. Dankjewel. Ja, oké. Okay, nou, heel erg bedankt. Dankjewel. Okay. En tekenen, mensen. Allemaal tekenen. Ja. Voor de aarde en voor de gezondheid van de mensheid en voor iedereen die pijn heeft en kanker en moeder natuur en de walvissen in de zee met plastic en al die dingen en zo. Nou, tekenen. Als mensen de actie een hart onder de riem willen steken, zou ik ze willen vragen om de petitie te willen tekenen. Mm-hmm. En dat kan op petities.nl. En dan haal cannabis uit het strafrecht. Maar mensen kunnen ook, ik maak dagelijks een fotoverslag. Dan kunnen mensen terecht bij actie Hans Kamperman. Haal cannabis uit het strafrecht. En dat is op Facebook. Oké, dus actie Hans Kamperman haalt cannabis uit het strafrecht op Facebook. Dat is het. Nou, top. Met een mooie pak. Kijk eens. Nou, doei doei. Hij trekt in ieder geval heel veel mensen. Dus de actievoer gaat volgens mij goed, hè? Ja, zeker. Nou, en tekenen, top. Mensen. Tekenen allemaal, tekenen. Net als ik. Ik heb ook getekend. Doei doei. Doei. Hoi. Nou, daar gaan ze weer hoor. Onze helden voor het legaliseren van cannabis. Heel hard nodig in Nederland, zoals je net hebt gehoord. Doei! Doei! Dag helden! Dag! Doei! Hé, nou ik ben weer lekker thuis. Oh, wat hebben die twee geweldige mannen mijn dag goed gemaakt, zeg. Wat fantastisch om te zien dat die twee zo vol vanuit hun passie en vanuit hun hart strijden voor de gezondheid van de mensheid, voor de wereld, voor het milieu. Wat goed dat die twee mannen daar zo staan te strijden voor het legaliseren van het plantje. Kijk, dit is mijn potje CBD-olie. Ik gebruik het zelf ook. Ik heb het nog niet genomen, dus ik ga het nu doen. Onder de tong. 3 druppjes. Oeh. Even die praten. Doei. Tot de volgende keer. En niet vergeten de petitie te tekenen.